klaar is. Waarom, wat zijn jullie hier aan het doen? Hutten bouwen. Hutten bouwen? Ja. Waarvan? Van takken. Vind je het leuk om in de natuur bezig te zijn? Ja. Oké, vind je niet vervelend dat het nu regent? Nee. Nee? En waarom ga je nou de natuur in? Of in ieder geval, waarom ga je niet achter de computer of zo? Omdat ik het leuk vind om buiten te spelen. Ja? Oké, dus je speelt vaak buiten? Ja. En als je uit school komt, wat doe je dan? Wat zijn jullie aan het doen? Takken aan het verzamelen. Takken verzamelen. En wat ga je met die takken doen? Een hut bouwen. Een hut bouwen. Oké. En hoe ga je het bouwen dan? Hoe moet dat? Met takken. Met takken. Met een wat? Met draden en al. Met draden. Oké. En waarom doe je dit? Vind je dat leuk? Om een hut bouwen, ja? Waarom vind je dit leuker dan? Omdat het werk is. Dus je houdt van werken? Ja. Regen, hè? Vinden jullie dat erg? Nee! Wat een rotweer, zeg met die regen. Nee, het is lekker! Lekker weer! Wat zeggen jullie? Lekker weer! Lekker weer? Ja. Hallo! 1, 2, 3. Wat zijn jullie aan het doen? Een eigen hut maken. Een hut maken? Oké. En wat vind je er nou van dat het nu regent? Niet leuk, maar... We zijn bang dat het nu al tegen wat regen kunnen. Ja? Maar je zit liever hier in de regen hutten te bouwen dan dat je binnen lekker warm zit? Dit is een liefde leuke. Ja, vind je het leuk in de natuur best, ja. Hè? Ja? Dat is heel erg mooi. Als er wat leuks doen is, begrijp ik aan jou? Ja. Van jou te horen, dan ga je liever de natuur in dan dat je thuis zit. Ja. Dus als er vaker dingen georganiseerd worden, ga je ook vaker meedoen? Ja. Worden er veel dingen georganiseerd? Ik wel vaak. Ja? In zomer een tent heb je allemaal leuke dingen. Ja. Er zijn heel veel leuke dingen hier. Wat heeft u met de natuur? Misschien is het wel andersom. De natuur heeft dat met mij. Wat heeft dat met u dan? Ik ben daar deelgenoot van. Oké. Ik probeer het. De waarde van de natuur over te brengen op de mensen om mij heen. En hoe doet u dat? Dat doe ik door stukjes te schrijven, allerlei blaadjes. Maar ook door mee te werken met boskids en de natuurkenners. En de acties voor de natuurontdekplek. En ik geef ook excursies voor de mensen van het Drents Landschap en Natuurmonumenten. Ja, al wat zich aandient. En ik hoorde ook boskids. Wat doet u daar? Af en toe eens een keer wat begeleiden. Ik vind het leuk om die kinderen wat te vertellen over wat je zo in het bos ziet. En als je ze één keer vertelt wat er te zien en te vinden is, dan worden ze zeer actief en enthousiast.